waarde paupers. Welkom bij Echte Gooise Meisjes. Vandaag zal Kimberly haar paardrijangst overwinnen thuis bij vriendin Nathalie. Ik vind het eng. Ja? Hij gaat me er niet af gooien. Ik vind het doodeng. Leslie gaat met haar eigen stylist op zoek naar een jurk voor haar verjaardagsfeest. Het is een beetje ordinair. Ja, mag ook wel voor 1600 euro. Ja. En Paulien swingt erop los op de golfbaan. Air swing. In het altijd rustieke Laren hebben onze Gooise meisjes zich verzameld in de tuin van Bo. Er moet overlegd worden over het verjaardagsfeest van Leslie. En dit overleg kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder een lekker drankje, altijd een beetje shampoepel natuurlijk, en een lekker hapje. En in het gooien eet je natuurlijk geen ordinaire chips of bitterballen, bah. Maar laat je de plaatselijke traiteur aanrukken. De moeder van Bo ontvangt de chique happenboer. Misschien zou je even door willen lopen naar de keuken. Hartelijk dank. Dit is kreeft met Hollandse garnaaltjes. Ja. Aardappelsalade met kokkier. Mm-hmm. Sandwich met lamspastrami. En hier sandwich met runnekarpaccio en truffel. Chili! Waar zit jij met je puppycursus eigenlijk? Want ik bedoel, die hond is echt niet opgevoed. Gehad. Volgens mij weet ze niet eens dat je chili heet. Ik kan net zo goed Carla roepen, dat komt ook. Oh, lekker met truffel. Dit is lekker, jongen. Dit is heerlijk. Dit is zo lekker. Dit is gevulde kreeft met garnalen. Nou, die kokkie lacht naar mij. Die ga ik pakken, hoor. Jij ook? Ook. De lachende kokkieën. Ach, dat heb ik ook altijd. Met een goed gevulde tafel kan het overleg beginnen over het grootste verjaardagsfeest van Leslie. Wat voor muziek? Ja, lekkere DJ, hè? Ja, wie wil je? Gewoon een goede DJ Roog iets. Ik geef een groot feest omdat ik 18 word. En het is wel bijzonder natuurlijk. Dus ik wil wel dat het groot uitgepakt wordt. Omdat het wel een leeftijd is die je niet snel vergeet. Dus wat wil je? Wil je dat iedereen daar al is dat jij dan aankomt? Of wil je gewoon dat jij er als eerste bent dat je iedereen verwelkomt? Jij gaat er mee. Alles draait om jou die avond. Dus je moet echt een groot entree maken. 18 jaar. Het is echt één feest dat je nog thuis woont. Toch papi en mami nog niet de navelstreng is door. Dus ik vind het wel echt een mooie leeftijd om een heel groot feest te geven. Met een boot, zeg maar, dat je aan kunt varen. Als er strand is. Jetskies. Ja, met jetskies. Ja, met een jurk. Dat is vet. Of heel extreem. Met een helikopter. Dat is helemaal gaaf. Ik mag natuurlijk rijles als ik 18 word. Dus dat vind ik heel leuk. Dat ga ik meteen doen. En het is meer voor mijn rijles dat ik een autootje krijg. Zo'n chocoladefontein. Of waar je kan dippen inderdaad. Dat is ook helemaal ons. Dat is leuk. Dat hebben ze bij Hilton steeds met vers fruit. Bij al die grote dat hotels. Is lekker, dat is ook heel. Dat is wel leuk. Ik verwacht echt een heel uitbundig feest. Het wordt heel gezellig. Ik denk dat het echt super gaat worden. Kortom, plannen genoeg. Maar wat is nou een verjaardagsfeest zonder een perfecte outfit? Leslie is dus jurkloos teruggekeerd uit Brussel, maar dat is in het gooien geen enkel probleem. Als je niet weet wat je aan moet trekken, en huur je er gewoon iemand in die dat wel weet. Zoals deze man, Philip. Ik weet nog niet of het een jurk wordt, maar waarschijnlijk wel. En dan niet te kort en niet hele felle kleuren. Ik hoef niet per se heel veel op te vallen, hoor. Ik wil wel voor een kleur gaan. Goud misschien. Misschien wel iets met zwart, hoor, maar ik twijfel nog even. Oh, als Philip al twijfelt. Leslie, wat wil je zelf? Mijn outfit moet er niet uitzien heel kort. Verder maakt het niet heel veel uit als het maar niet van die felle kleuren zijn. Geen geel of iets. Hoi. Nou, volgens mij is dat toch behoorlijk geel, Leslie. En dan zijn we weer terug in het centrum van het kakkerreservaat Laren. Waar weer flink wordt geborreld in de middag natuurlijk en een sigaretje opgestoken. En oeh, zelfs Gordon wordt er toegelaten. En natuurlijk dan ook onze eigen kakkertjes Pauline en Florine. Gespreksonderwerp, de jurk. Sky.
Wat heeft Les voor jurk eigenlijk? Weet ik niet. Ze ging vandaag nog shoppen. Ik heb nog niks gehoord. Ik heb ook nog niks gesproken. Intussen, in de kledingfabriek, is Leslie begonnen aan de eerste selectie. Onder toeziend oog van stylist Philip. Hij begint met haar favoriete kleur. Een van de modekleuren die je ziet dit voorjaar, of deze zomer, is geel. Nou, weet ik niet wat jij van geel vindt. Ik nooit aan. Waarom niet? Je hebt donker haar en donkere ogen. Ja, weet ik niet. Of je daar een beetje bruin van moet zijn. Ja. Wat ben jij dan, wit? Dit vind ik wel leuk. Omdat? Ik hou van paars. De kleur vind ik leuk. Oké, dan ga jij die paarse passen voor jou met het paarse strikje. En dan pas je voor mij die met het roze strikje. En daar gaan we. Jurk nummer 1, paars. Is het een beetje ordinair? Ja, mag ook wel voor €1600. Ja. Volgende. De volgende, een gouden glimmertje dan maar. Dit is echt prijselijk. Is het niet goois genoeg? Nee, dit is echt heel lelijk. Als ik hier erg loop, word ik echt uitgelachen. Doe je vriendinnen? Ja, de vloog. En dat willen we natuurlijk niet hebben, dus toch maar geel. Echt een oord weer hebben, meisje. Durf je te kijken? Ja, goed maar. Valt de kleur je mee? Ja, de kleur valt wel mee, maar... Wat zeg je? Het valt wel mee, maar... Wat zeg je? Zit er niet zo te treiteren, Philip. Over naar de Nederlandse culturen, blauw. Maar volgens mij vind je het helemaal niks. Oh, wat een afgang. Nee. Het is echt best wel heel prijzig wat je aan hebt. Want het wordt dan op maat voor je gemaakt. Dus dan praat je om ongeveer over 3.000-4.000 euro. Ach, 3.000-4.000 euro. Wat vind je er zelf van? Ja. Nou, roze dan maar. Met een vetertje en een strikje. Ik vind de afgang wel mooi. Ja, wel mooi. Voor zo'n dure jurk moet je hem geweldig vinden. Ik vind het een beetje... Het is gaan overdreven ook wel. Strikje. Nou, dat schiet lekker op. Even terug naar het terras. Hé, hey. Gaat Leslie denk je een lange of een korte jurk doen? Leslie is helemaal niet van de jurken. Ja, maar ze wilde wel nu voor het feest een keertje een jurk volgens mij. Als ze die jurk heel lang in de kast heeft hangen, dan zegt ze van nee, dat is er alweer op uitgekeken. Bij Vili vond ik het niet echt geslaagd. Ik heb één leuk jurkje aan gehad en de rest vond ik eigenlijk afschuwelijk. Maar ja, hij doet wel zijn best, dus misschien komt er nog wel wat leuks. Maar ik weet het niet zeker. Op het terras in Laren zijn de dames benieuwd of het nu eindelijk is gelukt met de jurk. Was hij? Heb je jurken? Nee. Nee? Dat is een blauwe jurk met allemaal pauwenveren en zo. Met? Nee. Pauwenveren en wolken. Jij zei, waar is Perien? Ja, ik zei, oh, wat erg. Maar je hebt nog helemaal geen thema of zo? Nee, weten jullie iets? Ja, nee. Ja, ik vind Hawaii heel leuk, maar... Ja, dan past de jurk met de pauwveren er wel bij. Ja. Lekker kleuren. In Naarden is Kimberly intussen op weg naar goede vriendin Nathalie. Samen gaan ze vandaag wederom een angst van Kimberly overwinnen. Want Kimmetje is niet alleen bang voor vissen, ze is ook bang voor paarden. Op dus naar Nathalie. Kijk, dat is het huis van de ouders en dat is het huis hier van Nathalie. En even verderop, een paar kilometer, staat een paardenstal met 8 paarden erin. En die moet natuurlijk ook een beetje rond kunnen dribbelen. Dus er is een rijbak met fulltime personeel. Geen enkel Goois meisje kan zonder. Ik kende Nathalie al vanaf, denk ik, toen we baby waren. Maar mijn ouders kennen haar ouders. Haar opa en oma kennen mijn opa en oma. En zo zijn wij altijd op de tennisbaan eigenlijk altijd met elkaar opgegooid. En sindsdien zijn we eigenlijk nooit meer uit elkaar geweest. Hey. Je hebt hondje mee. Ja, ik kon niet anders. Hey. Hoe is het? Goed is met jou? Mag ze los, man? Ja, doe maar. Oh. Zometeen gaan we paardrijden. Maar eerst, even terug naar Laren. Daar heeft Paulien nog een shocking nieuwtje voor Leslie en Florine. Je gaat vanmiddag trouwens golven. Ja, zie hem al staan. Ik kan er geen flikker van. Jij en golven? Oh, maar. Okay. Ja, Paulien gaat leren golven omdat vriend Harmen dat graag wil. En waar begin je dan mee als je wil leren golven? Natuurlijk een passend outfitje. Ik heb natuurlijk genoeg kleding, maar niet de juiste kleding om in te gaan golven. Dus hebben mijn vriendinnen me aangeraden om een nieuw golfoutfitje te gaan kopen. Ik denk dat het wel leuker is om bijvoorbeeld een broek met een trui en een overhemd te combineren. Een broek die echt wel past op de golfbaan. Deze. Oh, dat vind ik wel leuk met witte manchetten. Wat er leuk onder is, deze. Dat kan ik op zich ook nog een keertje leuk op een spijkerbroekje aan. Absoluut, ja.
Die is wat... enig, met die knoopjes. Ja. Want ik heb ook donkere golfschoenen, dus moet er niet iets in de net? Ik heb een heel leuk sjaaltje. En ik zie ook golfsokken. En die zie je natuurlijk toch niet in mijn schoenen, denk ik. Ben ik helemaal hoor. Heel goed. Ja. Ik zal alleen wel die dicht doen. Oh, dat maakt het nog een beetje gezellig. Ja, het staat... Geef niet. En hoe is die jas? Heb je die al geprobeerd? Nee, die ga ik eventjes... Oké. Maakt het af? Absoluut. Ja. Kijk. Perfect. Wat is je handicap? Handicap? Dat heb ik nog niet hoor. Wordt het €837,85? Ja, de prijs was natuurlijk best wel schrik, aangezien het alleen maar voor golf is. Maar je moet er wat voor over hebben. Ik bedoel, beter te duur dan niet te koop, toch? En zo willen we het horen. Zometeen zien we hoe Paulien echt ongelooflijk veel moeite doet om überhaupt de golfbaan te bereiken. En hoe zal het Kimberly toch vergaan op dit levensgevaarlijke monster? Je hebt er vast, hè? Ja. Welkom terug bij Echte Gooise Meisjes. Vandaag zijn we op de golfbaan voor de eerste golfles van Paulien. Bo en haar golvende vrienden staan alvast lekker in te slaan op de driving range. Maar Paulien moest eerst nog even een golfoutfitje scoren en is te laat. De reden dat Paulien gaat golven is vriend Harmen. Harmen wil heel graag dat ik leer golven, omdat het dan ook leuk is als we op vakantie gaan of een weekend vrij hebben, dat we dan samen kunnen gaan golven. Heerlijk, Algarve, Mabelia, Jean Le Pen. De nieuwe cabrio van Paulien is nog niet klaar en dus heeft ze de golfspullen nog even in een leenautootje moeten proppen. Ja, je moet er wat voor over hebben. Ik heb van Harmen kreeg ik die golfcar mee met golfclubs. Hij had het allemaal netjes in mijn auto gezet, maar had er niet bij verteld hoe het werkte. Dus dat was nog het even uitvogelen bij de golfbaan, hoe het in elkaar moest gezet worden. Ja, ik vind golf wel een hele leuke sport. Vanaf mijn 11e golf ik al, dus dat is al een hele tijd geleden. Toen heb ik meteen mijn GVB gehaald. Een lekker balletje, Bo. En waar komt Paulien ook nog, of niet? Ja, die komt, maar die is nog even bezig met haar schoenen. Ja, mijn golfschoenen die had ik geleend van een vriendin van mijn moeder. Alleen het waren net een soort van moonboots. Ja, weer een soort bergschoenen. Maar goed, de boys die slaan alvast even verder. En Paulien die klust nog wat aan een golfcar. De jongens die mee zijn, die hebben zelf een hele laag handicap. Dus die kunnen ontzettend goed golven. En Paulien, die moet nog even oefenen. Zelfs met lopen. Dit, par 3? Mij wel. Sla jij? Ga je met de 5? Nee. Ik heb hier nog wat tees. Nee. Moet je een tee hebben? Ja. Sla jij? Ja, ik ga met de 5. Yes. Lekker op tijd. Keurig op tijd, niks meer. Ik weet het. Midden in zijn upswing. Wat is dat? Leuk hoor, ja. Paulien had een nieuwe golfoutfit uitgezocht. Het was natuurlijk echt heel typisch golferig. Want het was echt zoals het hoort eigenlijk. Broekje, sjaaltje, blouseje. En daar passen ze wel goed in. Wel recht. Hij is wel recht. Zo ver kom ik ook. Ja. Kimberly is intussen thuis bij paardenvriendin Nathalie. Vandaag gaan ze namelijk Kimberly's grote angst te lijf voor paarden. Ik ben doodbang hoor. Echt, ik vind het echt heel eng. Ik ben op de hei. Gingen we een keer samen paard rijden. Met Nathalie. En... toen gingen we met z'n twee lekker stappen en toen uiteindelijk schrokken de paarden van iets en vlogen allebei echt zo van het paard af. Dus vandaar dat ik een beetje bang ben voor het paarden. Ik heb een hondje achter mijn schoenen aan. Als de meiden hun paardrijoutfit hebben aangetrokken, staat buiten op het terrein stalknecht Tanja al klaar met Kimberly's grootste angst. Ik vind het eng. Ja? Hij gaat me er niet afgooien. Oké, als laat je hem eventjes beter kijken, even goed zo. Wie is dat? Ik vind het doodeng. Ja, ga maar kijken. Kijk maar. Is niet. Ja, spannend. Kom je zo meteen, dan ga je een beetje aaien eventjes. Dan
Zo, zie je? Nou ja, ik vind, maar als hij zo wegschiet... Dan... Nee, maar dan hou ik hem in het begin gewoon even vast. Ja. Kijk, nu ziet hij het een beetje. Goed hoor. Hup, erop. 1, 2, 3. Ja. Kijk, braaf. Braaf. Jeetje. Dat is lang geleden. Braaf. Je hebt hem vast, hè? Ja. Nathalie. Ja? Zit je lekker? Zit heerlijk. En het ziet er ook nog fantastisch uit. De koningin op de paard. Oh, die van jou stapt aardig door. Ja. Kom. Hey, leuk dit. Gaat dan nu een stuk beter, hè? Ja, heeft ze een beetje geholpen? Ja. Eens even kijken op de golfbaan of Pauline ook een beetje succes heeft. En de eerste keer golf was echt een hel. Moet ik ook zo'n stokje pakken? Het zijn geen stok, het zijn clubs. Clubs? Moet ik een club pakken? Ja. Ja, het heette clubs. Ik noem het eerst overigens stokjes, geloof ik, of sticks. Ik zou deze pakken. Ja, je moet me echt helpen. Ik ga je wel even helpen. Je zeg maar je duim hierop zitten. Kan je niet gewoon achter me komen staan? Ja, tuurlijk. Het zijn natuurlijk ook hele knappe jongens, dus dan is het helemaal leuk om daarvan te leren. Ja? Heb je hem? Ja. Even doorslaan. Oh. You can do it. Erfing. Ik sloeg mis en als ik hem raakte, dan sloeg ik de helft van het gras eruit, geloof ik. Vandoor gaat hij om 6 uur nog niet thuis. Nou, sorry. Ik moet eerlijk toegeven, het is echt een stuk moeilijker dan ik dacht. Ja! Oh, wat is hier ver! Heerlijk een bal, meid. Voor de eerste keer. Oh, ik zie hem niet meer. Op hetzelfde moment in Naarden. Kimberly is veel minder vrolijk, want ze zit net op dat levensgevaarlijke paard en ze moet meteen de weg op. Gewoon een beetje zo doen. Gewoon recht vooruit blijven lopen. Met die auto. Ja, die wacht wel. Oh. Wow. Wat doet die? Ja, linker teugel. Ja. Zachtjes stappen. Okay. Ja, ik vond het nu heel goed gaan. Ik vond het wel spannend en nog steeds een beetje eng. Maar ik vond het goed. Heel goed gedaan, Kim. We zijn trots op je. Als een echt Goois meisje zit je weer in het zadel. Dan geef je heel veel been, echt zo. Kom op, Kim. Ja. Geef lekker veel been, lekker veel been. Ja, daar gaat ze in. Op de rest. Oh, 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 oh. Heel goed, Kim. Heel knap. Eindgoed, al goed dus. En dat moet gevierd worden. En 3 keer raden waarmee de dames dat gaan vieren. Ja, daar zijn ze weer. De bubbels. Gezellig. Gaan ze het lekker vaker doen? Een beetje maar weer. Lekker. Ja, dat klinkt lekker enthousiast. Maar dat gaan we nog een keer vaker doen. 2 meter paardrijden en dan champagne drinken. Cheers! Even kijken hoe het op de golfbaan is. Het is wel gezellig, toch, vandaag? Ja, wel lachen. Het duurt echt uren met hun. Maar niet uit. Maar dat maakt niet uit. Het weer is lekker. We hebben het ervoor over. We hebben het ervoor over. We hebben toch niks te doen vandaag. Nou, leuk zetje. Ik vind het superleuk. Walus heeft helemaal nieuwe kleren gekocht voor 1 rondje golf. Maar dit kun je ook nog wel zonder golf. Ja, die broek op zich ook, ja. En die jas is blij ook. Het ziet er niet uit. Nou ja, het ziet er... Kijk, het is een hele PC leeg gekocht voor niks. Echt leuke vriendjes, hè? Hoofd wil je? Ja, aan zijn broer. Ja, hele leuke vriendjes, maar ze zitten wel je outfit af te kraken, Paulien. Hopelijk heb je meer aan ze als ze wat golftips geven. Het leukste vond ik nog op de green, want het leek een beetje op mitje golven. Ja. Iets van de links op mitje? Iets van de hol op links, ja. Lekker, Paulus. Lekker, Paulus. Nee, talent. Beginnersgeluk. Talent. Heel goed gedaan, Paulien. Ik vind je fantastisch. En het leukste aan het golven is, aan het eind mag je elkaar zoenen. Kijk, we gaan nog naar. Zoenen en drinken natuurlijk op de 19e hol. Jongens, op de wedstrijd. Dames, de hol was gezellig. Maar kan je lekker met je schoonfamilie oefenen, of niet? Oh ja, gaan we lekker met Harm, hoor. Die is lid op de Hilversumse, dus... Hilversumse is wel mooi. Doe maar. Mooie baan. Ja, daar mag ik nog niet komen, dan maak ik het gas alleen maar kapot. Ja, qua kleding pas je in de straatbeeld. Ja, toch? Ja, absoluut. Alleen die schoenen moet je toch even... Alleen andere schoenen. Ja. Schoenen ja. Het zijn oefenschoenen. Het zijn moonboots. Ja. 3 jaar oude Ux. Volgende keer moet je die moonboots thuis laten. Van de zolder geplukt. Je hebt een stukje green... Baan ook.
En van al dat sporten krijg je natuurlijk ook honger, dus gaan de dames nog even een hapje eten. Oh, daar is Mick zit al. Zo, ik ben er echt te lang niet geweest, hoor. Inderdaad, het is allemaal met glas. Ja, het is heel mooi. Het ziet er wel knus uit, hè, de buiten. Ja. En dat doen ze bij het restaurant in Naardenvesting, waar ze vroeger samen hebben gewerkt. Daar heb ik nooit meer mee gewerkt. Nee, oh, ik wel. Hallo. Hallo. Hoe is het? Hoi, ik ben Bo. Hoi. Hoe is het? Ja, hartstikke druk. Ja? Ja? Ik dacht dat we hier liepen langs het vuur en ze al die spetters vet in ons gezicht krijgen. En dan weer vloeken. En dan weer vloeken. Het was niet altijd feest hoor, zoals nu. Leuk zeg. Lekker hey, kijkje. Hoe is het? Gezellig. Hebben jullie een glaasje rosé of rosé champagne? Ja, dat vind ik lekker. Ja, ja, laat die drank maar weer komen en het eten ook. Hup, zakkeetje. Ja, ik zei het even. Netjes weer naar school. Leuk. Ik kan me nog goed herinneren, want we hadden altijd een korenwijntje eerst, hè? Ja, en dan een rode wijn. En dan altijd een biefstukje. En altijd vlees, nooit vis. Ja. Meneer School komt eraan. Ja. Ja. Dat is Suta. Dag meneer School. Feliciteer het jezelf op de film. Hoe is het met u? Met mij is het helemaal prima. Ja, 100%. Ja. Prima. En nu vanavond helemaal. Ja. Cheers, tuurlijk. Nog een keer. Ting, ting. En als de dames gaan eten, wordt er eerst weer even een keer geklonken. Dit keer op de aankomende vakantie naar Cannes. Moet ook een beetje leuke uitgaanskleren even mee. Mm-hmm. Neem gewoon mooie jurkjes mee. En we hebben bij het huis een zwembad. Kunnen we lekker een beetje chillen. Echt? Eet u smakelijk, meneer School. Hartelijk dank. Ik heb de eendenborst. Mm. Fantastisch, toch? Heerlijk. Helemaal goed. Dankjewel. Eet u smakelijk. Hé, dat is niet meer op die glazen borden die ze altijd hadden. Oh, heerlijk. Lekker zeg. Eet smakelijk. Dankjewel. We gaan een cappuccino voor u maken. Is dat goed? Goed. Ja? Ja? Sorry hoor, jongens. We gaan even een cappuccinootje. Maar meneer School wil een homemade cappuccino van Paula en Bo. Ik denk dat ze het heel keurig altijd deden. Dus zo bijzonder was het niet. Ga jij het schuim doen? Ja. Zal ik dan maar de koffie... Hij heeft alleen suiker. Meneer School heeft alleen suiker. Het waren gewoon twee leuke meiden die prima pasten in het geheel van de entourage hier.